Hey hallo, leuk dat je weer kijkt naar de wekelijkse Zicht-video-update. Deze week geef ik onder meer een advies over de keuze tussen social advertising of social post boosting. Social advertising en performance marketing zijn een steeds belangrijker onderdeel van de marketingmix. En als marketeer moet je steeds meer strategische afwegingen maken als het gaat om de vormen waarin je op social media aanwezig bent. Ga je voor social advertising of voor social post boosting? Of misschien juist beide? Dit zijn lastige keuzes, vooral door de vele vragen die er omheen zweven. Hoe zit het bijvoorbeeld met het algoritme? Werk je die met social advertising niet een beetje tegen? Snoept social post boosting dan af van de traffic die met social advertising gegenereerd wordt? En wat is nou eigenlijk het verschil tussen beide vormen? Het verschil is heel simpel. Social advertising is echt het adverteren op het betreffende social media platform en pak je campagnematig aan. Hier hang je doelstellingen aan en je selecteert je doelgroepen, budget, etc. Het voordeel hierbij zijn de ruime targetingmogelijkheden binnen de platformen en de verschillende plaatsingsopties. Social post boosting is het promoten van een specifieke social post met als doel om meer exposure te krijgen voor dat specifieke bericht. Dit is slim als je bijvoorbeeld meer engagement wil op een bericht waarvan je al ziet dat deze organisch goed scoort. Je zet dan in dat geval niet een hele campagne op, maar geef je bericht een boost. Dat is het verschil. In grote lijnen althans. En wil je dan ook nog weten of deze twee vormen invloed hebben op het algoritme? Binnenkort verschijnt er op onze website een uitgebreid artikel waarin we hier dieper op ingaan. En dan even iets heel anders. Als ik je vertel dat Prominent de grootste aanbieder is van sta-op en relaxstoelen, gaat er misschien wel een belletje rinkelen. De kans is levensgroot aanwezig dat jij niet tot de oorspronkelijke doelgroep behoort van Prominent. En toch wil je als merk soms naast een bestaande doelgroep een hele nieuwe doelgroep met een andere kernboodschap bereiken. Bijvoorbeeld omdat je je assortiment uitbreidt met allerlei hippe designmeubelen. En naast het bereiken van die nieuwe doelgroep wil je voorkomen dat de bestaande doelgroep in de kou laat staan. Sta jij met je merk voor een soortgelijke uitdaging? Check het succesverhaal van Prominent op onze website, want daar leggen we precies uit hoe je dit doet. Niet zo lang geleden hadden we het over statiegeld op kleine plastic flesjes. Sinds er statiegeld op die flesjes zit, worden ze minder vaak weggegooid in de natuur. Hartstikke mooi natuurlijk. Maar nog mooier zou het zijn als we met z'n allen wat minder plastic zouden gaan gebruiken. Wist je dat een plastic flesje met water gemiddeld 577 kilometer aflegt voordat jij het uit de schappen pakt? Dat kan en moet beter, vinden ze bij Kraanwater Plus. Het bedrijf biedt een duurzaam alternatief voor single-use flesjes en groeit snel. Managing partner van Kraanwater Plus, Daf Dubbelman, legt in een nieuwe zicht op groei uit hoe dat in zijn werk gaat en welke uitdagingen ze mee moeten dealen. Een voorbeeld is het imago van Kraanwater. De hele podcast vind je op YouTube of op je favoriete podcastplatform. De klantvraag van deze week is gekoppeld aan het eerste item in deze video. Namelijk over het boosten van posts op Facebook. Heeft het sponsoren van een post een negatief effect op het organische bereik? Ik kan je geruststellen, die twee hebben niks met elkaar te maken. Dus het kan zo zijn dat je na de livegang een daling ziet in je organisch bereik, maar dat berust dan wel volledig op toeval. Dit was hem weer voor deze week. Volgende week hebben we het onder andere over de effectiviteit van online video. Kijken dus. En als je niks wil missen, de abonneerknop zit hieronder. Doeg!